Voordat de video begint wil ik iedereen heel erg bedanken die mijn fijne verjaardag gewenst heeft afgelopen zaterdag. Ondanks dat dit een horrorkanaal is, vond ik het hartverwarmend. Dat gezegd hebbende, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe update video over het spookverhaal Dear David. Mocht je de vorige delen niet gezien hebben, dit is er in het kort aan de hand. Op Twitter heeft Adam Ellis, ex-schrijver en striptekenaar voor BuzzFeed, verschillende spookachtige tweets geplaatst. Hij maakte zijn appartement vreemde dingen mee en besloot zijn verhaal te delen met de wereld. We hebben al gezien hoe hij steeds meer belaagd werd door een spookverschijning die zichzelf Dear David noemt. Adam zegt dat hij David al verschillende keren heeft vast weten te leggen op foto. En ook plaatst hij veel filmpjes van zijn katten die raar reageerden en poltergeistactiviteit in zijn appartement. Het is inmiddels weer een tijdje geleden dat Adam erover getweet heeft. Maar er zijn inmiddels weer wat updates over Dear David. De vorige video's vind je trouwens terug in de video-omschrijving. Na de heftige nachten die Adam beleefde in zijn appartement, waar hij deze foto's over plaatste, besloot Adam om voor een tijdje op vakantie te gaan. Hij wilde ontsnappen aan het beklemmende gevoel van zijn appartement en een bezoekje brengen aan zijn ouderlijk huis. Hij zei op Twitter dat hij het meteen voelde, alsof er een zware last van zijn schouders viel toen hij vertrok uit zijn appartement. En dat hij zelfs al bezig was met het zoeken naar andere appartementen in New York. Maar na een paar dagen voelde Adam weer een bedrukkende sfeer hangen rond de plek waar hij was. De nacht dat het bedrukkende gevoel begon, werd hij gewekt door vreemde geluiden die uit de tuin leken te komen. Hij keek door zijn raam en zag verschillende schaduwen rondlopen en wegspringen. De volgende ochtend, toen hij op onderzoek uitging, zag hij dat er afdrukken waren in de sneeuw. Waarschijnlijk van een hert. Hij vertelt dat in de omgeving waar hij verblijft wel vaker wilde dieren zijn en dat hij zich waarschijnlijk niet zo druk hoeft te maken. De volgende nacht verloopt, helaas voor Adam, compleet anders. Hij wordt weer midden in de nacht wakker en staart uit zijn raam. Wanneer zijn ogen gewend zijn aan de duisternis, ziet hij een silhouet staan. Vast weer een dier, denkt Adam. En hij wacht tot het weer beweegt. Alleen, deze keer beweegt de vorm niet. Wanneer Adam het opgeeft en weg wilt lopen, ziet hij hoe de zwarte vorm snel wegduikt vanuit zijn ooghoeken. Als Adam de volgende ochtend uit het keukenraam kijkt, ziet hij verschillende sporen in de sneeuw die om de schuur lijken te lopen. Omdat hij niet goed kan zien wat voor sporen het zijn, trekt hij zijn schoenen aan om op onderzoek uit te gaan. Eenmaal aangekomen bij de sporen ziet hij tot zijn grote angst dat het menselijke voetafdrukken waren. Kleine menselijke voetafdrukken. Adam volgde de voetafdrukken en zag dat ze ophielden bij een slootje achter de schuur. Hij wist zeker dat de kleine voetafdrukken van David waren en kon de volgende nachten niet meer slapen door het voorval. Als David hem hier al kon vinden, dan zou het niet uitmaken of hij zou verhuizen of niet. David zal hem altijd weer bezoeken. Na een aantal dagen bij zijn ouders te zijn geweest, is Adam weer terug in zijn eigen appartement. Hij voelt zich meteen weer depressief en triest. Die nacht heeft hij weer een enge nachtmerrie over David die boven hem zweeft. Adam zegt dat hij last heeft van slaapverlamming en zich niet kan bewegen. Het enige wat hij kan doen is omhoog staren, waar hij David ziet hangen. Adam zegt dat David er compleet stil hing, maar dat zijn mond enorm snel op en neer aan het gaan was, sneller dan mogelijk is. Na wat een eeuwigheid leek, stortte David opeens neer. Toen hij Adam raakte, zei hij dat het voelde alsof er een baksteen in zijn buik gegooid werd. Op het moment van impact schoot Adam wakker. En hij had gelukkig voor ons nog altijd een app op zijn telefoon aanstaan, die onder zoveel tijd een foto maakt. Adam vertelde op Twitter dat dit de enige foto was waarop David te zien is. En op de foto zie je net hoe David naar beneden valt, nog maar een paar centimeter van het lichaam van Adam verwijderd is. Er gaan 2 weken voorbij, zonder dat er iets noemenswaardigs gebeurt. Wel zegt Adam dat hij soms geen besef heeft van de tijd. Plotseling is het weer ineens een uur later. En ook klaagt hij erover dat hij mensen vaak niet goed hoort. Maar als hij dan vraagt wat er gezegd wordt, zeggen de mensen altijd dat ze niets zeiden. Op een gegeven moment zegt Adam dat hij zijn Twitter weer eens opende. En daar zag hij dat veel mensen iets opmerkten over zijn stories die hij op Instagram geplaatst had, die dag. Hij keek snel terug naar wat hij geplaatst had en zag dat al zijn verhalen normaal waren. Op eentje na. De volgende foto is compleet verstoord en het lijkt alsof er over het gezicht van Adam een ander gezicht geplakt is. Een demonisch gezicht. Adam zegt dat toen hij de foto uploadde er niets vreemds meer aan de hand was. Dit was de laatste tweet die hij geplaatst had over zijn ervaring met Dear David. Het is de afgelopen maand akelig stil geweest op zijn account. Maar ik hoop dat ik jullie weer snel een nieuwe update kan geven over Adams spookervaring. Dat was het weer voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende raar, maar waar.